Ik sta bij de Dolfijn in Almere Haven. Hier worden deze week de oorlogsslachtoffers herdacht. En ik ben benieuwd hoe mensen uit Almere Haven herdenken. Ik hou wel 2 minuten stilte om 8 uur. Dan ben ik gewoon 2 minuten stil hoor. Of 3 minuten, dan moet het 10 minuten wijzen. Nou, door stil te staan. Tenminste, de minuut stilte in acht te nemen. En toch naar de tv te kijken. Dus ja, ik ga niet naar de Dam. Daar ben ik een beetje thuis voor. Hoe herdenk ik op 4 mei? Ik denk dat je moet... Ja, hoe sowieso mijn kinderen meegeven dat je 2 minuten stil moet zijn. Dat er mensen voor onze vrijheid hebben gevochten. En dat we hopen dat in de toekomst nog meer vrijheid komt. Ja. Waarom is het belangrijk dat we herdenken? Er zijn veel slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog gevallen. En ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan en dat zoiets niet weer gebeurt. Nou, ik vind het heel belangrijk. Ik bedoel, daarom lopen wij hier nou zo lekker vrij rond. Nou, dat mijn vader heeft zijn broer heeft verloren in Duitsland. Dus daar denk ik ook al eraan. Waarom het belangrijk? Oh, dat moet altijd blijven. Misschien dat die jongeren dan begrijpen dat je helemaal geen oorlog moet hebben. Wat vindt u ervan dat er nu eventuele demonstraties op de Dam, nemen ze extra maatregelen. Wat zou u ervan vinden als er gedemonstreerd zou worden? Vind ik niet goed. Niet op zo'n dag. Weet je, je mag zeker demonstreren in Nederlands vrij land. Maar waarom uitgerekend dan? Ik bedoel, we weten het allemaal. Doe het lekker of ruim voor, een paar uur daarvoor. Laat wel je mening weten. Daar ben ik echt wel van. Maar om het te doen op dat moment op de Dam... Nee, er zijn zoveel plekken waar je daar wel bij kan doen, hè? En niet op de Dam.